Jij gaat verder op de uitvoering en de vacuümproef. Oké, nou, de proef hebben we gedaan op 18 augustus. Hebben we alle systemen getest. En een proef is een proef, hè, dus je weet van tevoren niet goed het eruit gaat komen. Dat bleek hier ook. Bij het testen van het infiltratiesysteem, het afregen van de debiet, het was nodig om te kijken hoe het systeem werkte. Gelukkig hebben we de monitoring daarbij aangezet, dat we in ieder geval al up and running waren, zeg maar. Dat je weet dat wat er gebeurt, dat je het ook meet. Want tijdens die test is na 50 minuten is een teluutje bezweken. En is hij eigenlijk vroegtijdig tot een eind gekomen, die proef. Op zich is dat niet erg natuurlijk. Je doet een proef omdat je iets niet weet. En wat we hier hebben ontdekt is dat door scheurvorming langs het asfalt kennelijk heel veel water vrij direct infiltreert in die dijk. Waardoor door de grillige opbouw van een dijktoluut, wat op zich ook niet vreemd is in Nederland, met heel veel ingesloten zandlaagjes, daar toch een zandlaagje zat wat ingesloten was en wat kennelijk is opgedrukt. Waardoor een toluutafschuiving plaatsvond tijdens die testperiode. Les hier is, als je het proef gaat draaien bij dat soort dingen, zorg dat alles draait. Hè. Bestem het proef draaien als T is nul, hè, in je proef, dat je dat in ieder geval markeert. Dat je wel je data hebt als die tijdens een proef draaien misgaat. Hè. Bij die Eemdijkproef hadden we eigenlijk het graven die sloot, was eigenlijk een soort vorm om de belasting erop te zetten. Maar we hebben er wel T is nul van gemaakt in onze proef, dat als er dan wat misgaat, dat we wel de data hebben en dat we loggen met de intentie die we willen. Dus het was wel een scenario wat je op kan nemen in het draaiboek van zo'n proef. Dat je dus ook die TS0 goed benoemt. Nou, wat is daar nou gebeurd? Tijdens het infiltreren is er een scheur ontstaan. Een verzakking, een kruinzakking. En hier is een opbolling ontstaan. Nou, dat is natuurlijk aan de techneut om te kijken hoe komt dat dan? Waar ligt dat aan? En wat leren we ervan voor een eventuele volgende proef? Goed ingemeten, goed bekeken. Nou, hier is vrij duidelijk dat er zand uitstroomde. Er was een vrij oppervlakkige zandlaag die vol liep met water en door opdrukken werd gewoon de kleibekleding opgescheurd en kon dat weglopen. Nou, wat analyse bleek het ook. Hier zie je in de getrokken lijntjes, dat zijn metingen van waterspanning die we hebben gedaan onder het teluut. De gestrippelde lijn is wat er zou gebeuren als je een volle teluut zou hebben, wat we eigenlijk aan moeten nemen bij een dijk als we heel veel overslag toestaan. En de bolletjes zijn wat plaxis narekend na verloop van tijd. Nou, dit is zeg maar 10 voor half 11 en dit is 11 uur tijdens de proef en toen ging het in principe mis. En later loopt dan weer terug omdat hij weer kan ontlasten. Dus op dit moment klapt eigenlijk die bekleding eraf, kan het waterdruk kwijt. En ja, wat leren we hier nou van? Wat we leren is dat we bij een oploopdebiet van 40 minuten met 0,63 liter per seconde per minuut, het geheel al een beetje misging. Het water verdween in de bovenste meter van het talud. De infiltratiecapaciteit moet dan in de orde grootte hebben gelegen van 1 x 10 tot de min derde kuub per seconde per vierkante meter. Nou, dat is gewoon een factor 10 tot 100 meer infiltratie dan je vanuit het WBI met je gangbare regels had mogen verwachten. Dat geeft ook aan hoe bijzonder zo'n dijktalud is, wat ook altijd hoog en droog ligt, waar je veel zoninvloed hebt en zo, waar het allemaal gestructureerd raakt. Dus dat is iets waar we naar moeten gaan kijken. Die zanduitspoeling was een verrassing, omdat ook eigenlijk uit het onderzoek bleek dat er geen zandlaagjes zouden zitten. Die zitten gewoon zo relatief ondiep, dat met voorgraven vaak wordt weggegraven. Dan steek je sondering erin en dan ben je het voorgraven is niet goed beschreven. En dan weet je niet dat er zand zit, hè? Bij wijze van spreken, zo kan het allemaal gaan. Het zou volgens breking stabiel moeten zijn, zelfs bij een volle dijk. Dat was de ervaring. Nou, dat bleek niet zo te zijn, een klein oppervlakkig glijvlak. Wat de consequenties voor je dijk veilig is natuurlijk een vraag, want het was echt een oppervlakkig glijvlak, dus dat viel me best wel mee. Maar toch, het is wel ook dat is een proefresultaat, dat iets niet gaat zoals je verwacht. Dat als het gaat zoals je verwacht, kun je afvragen of je een proef moet doen, hè? Want dan kan je het kennelijk heel goed beredeneren allemaal. Vaak een consolidatieproef, een proef die hebben we gedaan als een van de eerste proeven vanuit de POVM, om te kijken of we met vaak een consolidatie de grond sterker kunnen maken, of de grond die sterkte onthoudt. Waar hebben we dat gedaan? Op twee locaties. Twee vakken in het beheersgebied van Hollands Noorderkwartier. Bij Schardam, daar was een stukje weiland vrij, waar we een conventionele techniek konden toepassen, die je hier ziet, gewoon met verticale drains. En waar we een boot 1S techniek konden toepassen. Dat is een andere vorm van vacuümconcentratie. In conceptueel werken ze allebei hetzelfde. En een locatie in de achtertuin van Frans van den Berg, voor de Vierland, bij Bleskensgraaf. Daar kwam ik mee vlak voor kerst mee op de prop en die konden we heel snel mobiliseren. Dat is een bouwrijp terreintje wat voor industriegebied bouwrijp wordt gemaakt. En wij wel even een half jaar lang konden gebruiken voor een proef. Dit is ook de conventionele techniek waarbij je een vacuümvak ziet wat helemaal ingepakt is. Nou, wat is nou vacuüm?
Dit is het concept van vacuüm, concentratie. Een oud principe, hè, wat al sinds de jaren 80 wordt toegepast. Helemaal niet nieuw. Alleen met ons nieuwe manier van rekenen, met ongeneerde rekenparameters voor de sterkte, is de extra belasting die je oplegt, de preload, is heel belangrijk. Nou, daar kan je met die techniek wat mee. Dat kan je kwantificeren met ongeneerd rekenen. Dat kan je gebruiken. Vaak concentratie die legt een bovenbelasting op. Nou, kan je dat nou zo efficiënt doen dat je grond echt veel sterker wordt? Nou, dit is zoals het werkt. Hè. Je installeert verticale drainages. Dat doe je vanaf een zandlaag. Die verticale drainage, even heel kort, die verbind je met een pomp. Het hele pakket pak je in folie, zoals een koffiepak. En je gaat maar sleuren aan die pomp. En uiteindelijk trek je de waterdrukken naar beneden en breng je een vacuümconcentratie. Je laat de luchtdruk eigenlijk, laat je als belasting op je proef werken. En dat kan je tot 60%, 70%, 80% vacuüm kan dat. En dat wil zeggen dat je 60, 70, 80 kPa bovenbelasting erop kan zetten. En dat is best heel veel. Reken maar uit die meter zand. Dat hebben we ook gedaan. Het doel van onze proef was, die vacuümconcentratie is tijdelijk, dus die breng je aan in de bouwfase. En dan haal je hem weer af. Nou, onthoudt die grond nou zo sterk? Of is de grond dement? Vergeet hij het? En komt hij weer terug in zijn oude toestand? Dus de grote vraag is de grond dement of niet? Nou, dit is even heel kort de theorie die we willen achterhalen als het gaat om sterkte. Daar ga ik even niet dieper op in. Maar het doel van ons is dat we deze waarden, dat noemen ze de grensspanning. Hè. Je hebt je grond op twee takken van stijfheid. Een stap en een stijf en een slappe tak. En waar die overgaan is de grensspanning. En als je die grensspanning verlegt doordat je een bovenbelasting aanbrengt, verschuift dat en dan wordt die grond sterker. Want dan ga je die OCR verhogen. En als je OCR verhoogt en dit blijft gelijk, wordt SU wordt groter. Nou, dat hebben we aangetoond. Wat we hebben gedaan is heel veel labwerk gedaan van tevoren. Om de nulsituatie goed in te meten. Dus grondonderzoek vooraf was heel belangrijk. Ook heel veel sonderingen vooraf gedaan. En met de dijk op V-methode kan je de sondeerkoningsweerstand vertalen naar een ongeneerde schuifsterkte. En daar hebben we heel veel gebruik van gemaakt. We hebben drie vakken aangelegd. Van ongeveer 20 bij 20 meter. Dus wel een veldproef eigenlijk. Twee met gewone drainage en één met de bodem-S techniek. We hebben 3 maanden aan het vacuüm gezogen, te kijken om de belasting erop te brengen. En hier zie je een beetje hoe snel dat gaat. Dit is zeg maar een tijdseenheid van, dit is in ieder geval maart en dit is juli. Ik zie dat dingetje af is gevallen. Maar hij brengt heel snel die vacuümdruk aan. Dus je hebt heel snel die bovenbelasting erop staan. Dat is heel efficiënt. En dit weer op terrein waar je eigenlijk 5, 6 meter veen op zitten, waar je eigenlijk geen meter zand goed op aan kan brengen, anders zakt hij al weg, hè, dan ben je op instabiliteit. Grondzoek direct daarna gedaan, dus na het uitzetten. Dus op dit moment hebben we grondzoek gedaan. Hebben we grondzoek gedaan na 1000 dagen of 100 dagen na het uitzetten van het vacuüm. En dan gekeken van, onthoudt die grond nou zijn sterkte? Nou, hoe ziet het eruit? Hebben we hier een plaatje gedaan als het gaat om de grensspanningen. Dan zie je met de pijltjes aangeven van waar die zat bij de in situ en waar hij naartoe is gegaan na 7 dagen na het afsluiten van het vacuüm. Dat zie je hier zo. En hier zie je zeg maar het verhaal wat je als je dat in het ongeneerde model ziet. Dit waren de in situ proefjes die waren. Even kijken of ik dat ook aan kan wijzen met dat ding. Onder zo'n knopje boven. Boven. Die gaat terug. Dit zijn de in situ proefjes die we hebben gedaan bij de terreinspanning die toen gold. Dit zijn de proeven die we hebben gedaan bij T is 7 dagen. En hier zie je dan zeg maar, de grensspanning die we hebben opgevoerd met die vacuümconcentratie. Dus dit is voor het kennis, dit is de S-ratio. Dit was de grensspanning initieel. Dit is de grensspanning na afloop van het vacuüm. Nou, de sterktes die we hebben gemeten na de proef, die liggen hier en hier. En na 100 dagen na de proef liggen ze hier. En deze teruggang hadden we verwacht. Nou, hij zit dus keurig op die teruggang. Dus die grond onthoudt hier de sterkte eigenlijk die we opgelegd hebben. En dat is heel gunstig, want daarmee wordt die grond een factor 2,5 sterker. Dus het veen krijgt een factor 2,5 hogere ongeneerde schuifsterkte. En dat kun je gebruiken. Dus het korttermijngeheugen van de grond is top. Lange termijngeheugen moeten we eigenlijk nog meten, want 100 dagen is natuurlijk, op de geologische schaal is het niks. Dus we moeten over 1000 dagen gaan we nog 1 keer een paar sonderingen steken om te kijken van zit dat nog steeds in de 100 dagen en hebben we 1000 dagen. Nou, dan over die 10.000 dagen geloof ik ook wel. Het voordeel van het licht verder nog is dat we geen restring hebben naar ophoging. Heel wat minder horizontale deformatie bij panden, omdat dat vacuüm het allemaal naar elkaar toe trekt. Een veel kortere bouwtijd. En waar rijdt het naartoe dat Alliantie Markermeerdijken de techniek meeneemt als een variant op knelpunten waar ze klem komen te zitten met ruimte. Omdat je door die hogere schuifsterkte de bermen kan korter maken. En je kan die dijk veel sneller bouwen. En op delen waar
dat gaan ze in ieder geval gaan ze op de preloading toepassen. En op sommige dingen waar die preloading... Preloading is gewoon tijdelijke bovenbelasting van zand. En over waar die preloading niet kan, doen ze het vaak in consultatie. Nou, tips en trucs van bezwijkproeven of stresstesten. Er zijn zat stresstesten te doen, maar in ieder geval is het goed om na te denken over het doel van je onderzoek. Wat wil je doen? Is het fenomenologische onderzoek? Wil je iets valideren? Of wil je aantonen dat iets werkt? Dat is, als je wil aantonen hoe sterk een constructie is, moet je misschien niet naar een bezwijkproef gaan, want dan heb je een ander verhaal. Maar ook daar leer je heel veel van. Identificeer vooral kennisvragen en onzekerheden en creëer daar draagvlak voor in de omgeving. Dat je, want je bent met iets best wel groots bezig. Dus je moet wel eens doen wat er toe doet. En dat iedereen ook weet wat jij doet, zeg maar. Kies een locatie zo dat je onzekerheden die je hebt alleen maar zitten in jouw kennisvragen. Dus kies een plek waar de ondergrond zo homogeen mogelijk is. En waar je geen andere randvoorwaarden hebt die jouw analyse bemoeilijken. Want je krijgt een hele berg aan data. Ook bij die Eemdijkproef, daar draai je glasvezels, rekstroken, hoorstaldeformatie, waterspanning. Alles draait mee. En dan moet je eigenlijk zorgen dat je grondonderzoek en je kwaliteit van je bodemopbouw, dat je die wel een beetje in de vingers hebt. Dat daar niet te veel onzekerheden op zitten. Nou, wees transparant en werk samen met andere partijen, want anders krijg je het nooit voor elkaar. Dat geldt voor die vaak consultatieproef ook. Dat deed Martens en Van Noord deden mee. De Alliantie Mark en Meerdijk deden er mee. Ook Eénpijn Blokpoel deden mee. Covra deden er mee. Allemaal partijen die meedoen, dus doe het met elkaar. Vraag hierover? Ja. Zoveel meer hebt. Ik bedoel, je kiest iets dat je denkt van nou, het ziet er redelijk normaal uit. Bij de infiltratieproef bedoelt u? Ja. Nou, er wordt nu een tweede infiltratieproef, zijn we bezig om die op te zetten. En daarom gaan we het grondradar toch verkennen naar die oppervlakkige dingen. En ook kijken hoe die aansluiting van de weg en het truut zit. Ja, dat is wel waar. Achteraf had je dat kunnen zien. Ja, dat is altijd bij een proef als het misgaat. Maar dat is waar. Ja, je kan het verleren, dat gaat niet op. Maar dat betekent ook dat je gewoon je vooronderzoek uitgebreid moet zijn. Ja, dus met wat ik zei, met grondradar kijken of we daar niet... Dat is weer het verhaal van een puntmeting met een sondering of een boring. En continu meten. En dan gaan we nu toch voor een continue vertaling van dat geheel. Afkijken op die puntmeting, dat we het een beetje in de gaten kunnen houden. Dat we dat in ieder geval eruit hadden. Die was niet op een herprofileringstekening terug te vinden? Nou, volgens mij heel moeilijk. Dat zijn toch allemaal aangebreide constructies. Het is echt heel lastig. Voor mij hebben we dat niet goed kunnen zien. Achteraf misschien wel, hè? Maar... Nou, kijk, het interessante daarvan is, het ging over een lengte van 30 meter. En als je zo'n proef doet met heel veel water eroverheen, dan zeg je, ik ga naast die 30 meter ga ik mijn grondonderzoek uitvoeren. Dat is op zich, omdat je wil dat dat stuk daar niet wil verstoren. En toch zie je dat zandlaagje over het hoofd. En we hebben wel teruggekeken, ook in de historische gegevens. Dat hebben we eerder ook gedaan, want in 1953 zijn er ook wel wat stroomgaten ontstaan. Die vervolgens weer zijn gevuld. Maar daar is niks op terug te vinden. Nee. Nou kijk, wat we een hebvige gebied hebben, prosperponden te bieden hebben. We hebben een echte dijk. En jullie hadden hier een dijk, niet al te sterk denk ik. Ondergrond ontzettend zwak, overdreven bovenbelasting. Kan ik zo'n proef nou ook in echt uitvoeren, op een echte dijk? Nou, ik ga even één ding even om te corrigeren, Ivo. Er stond die dijk is zaterdag bezweken. En 10 dagen ervoor stond er een 80 ton zware heistelling op die damwanden in te trillen. Dus zo slap was die dijk niet, want het ging probleemloos, zeg maar. De planken gingen er heel moeilijk in het goed verdichte zandpakket. Dus zo slap was hij niet. Wij hebben ook de keuze gehad om die proef te doen bij het spui. In een bestaande dijk die uit functie ontheven werd. Maar daar was de bodembouw zo heterogeen, dat ik over 100 meter geen homogene heb. En dan bedoel ik, dan krijg je zo variatie in het gedrag en in je analyse, dat je de kennisvragen die je echt wil oplossen, komt er niet uit, want dan heb je weer zoveel spreiding. Dus dat blijft een lastig verhaal. Maar het doel is ook om de ontwerpmethode hierop af te vangen. Ja, en als we dat kunnen, dan kunnen we dat ook alweer op andere stukken vertalen. Dat snapt ook, maar ook naar de mogelijkheid van, kan die dijk wat tot bezwaar krijgen? Want dat is best veel moeite. We hebben natuurlijk, en we hebben hier ook een dammenplank toegepast. Wat niet de gangbare plank is, als we met een AZ26 aan de gang waren gaan, dat we kunnen schudden. Maar dat was ook het doel van de proeven, fenomenologisch kijken, wat gebeurt als een dammand bezwijkt in een waterkering.
We hadden hem ook uit kunnen leggen dat hij niet kapot zou gaan. Maar je hebt groot gelijk, Ivo. Op voor de volgende. Ik hoop dat er geen vragen meer zijn. Niet zozeer dat ik het onderwerp niet interessant vind. Ik vind het zelf ook een waanzinnig groot onderwerp. Maar voor mij gaan jullie hier nog eindeloos over terugkomen. Dus, maar ik wou een ander aspect van sterkte. Dat is gewoon vanuit beheer, zeg maar. Dat je vanuit beheer... En daar wil ik onze Belgische vriend Bart het woord voor geven. En als jullie dan nog vragen hebben, kunnen we na afloop kunnen we nog even weer terugkomen op allerlei discussies. Maar het lijkt me handig om ook even te laten zien dat je vanuit sterkte ook vanuit beheer kan doen. En dat is de leuke koppeling van deze sessie. Behalve dat het Nederland-België is.